Met de eventuele komst van een nieuwe wet komen er gevolgen voor ambtsdragers en betrokkenen bij zondagsscholen. Hiermee komt de vrijheid van godsdienst in het geding en komt de overheid tot achter de kerkdeur. In de studio predikant Piet van Duivenbode, bestuurslid van de bond van hervormde zondagsscholen. En advocaat Auke Dijkstra, onderzoeker religie en recht. Heren, van harte welkom. Ja. Meneer Dijkstra, eh, ja, wat, wat wil de overheid precies? Ja, wat wil de overheid? De overheid wil toezicht gaan houden op het informeel onderwijs. Dus het, het niet bekostigd onderwijs. En daar is dit uh, wetsvoorstel nu voor gepubliceerd. Ja. En het blijkt eigenlijk dat dat een hele brede uitwerking heeft. Uh, hè, dus informeel onderwijs is eigenlijk al het onderwijs uh, buiten het reguliere onderwijs. Zoals de basisscholen, etcetera, die we wel kennen. En in de woning geldt het ook niet, maar verder geldt het overal voor. Dus dan kunnen we aan de kerken denken, maar we kunnen ook aan sportverenigingen denken, aan scouting, et cetera. En in die groepen komt een verbod om aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld, met een heel toezichtssysteem wat daaromheen is vormgegeven. Ja, maar het gaat dus verder dan uh, categorisatie, zondagsscholen. U zegt het is veel breder. Zeker, het is eigenlijk alles behalve wat het niet is. En dat lijstje is heel erg kort. Ja, ja. nou is dit uh, uh, begonnen met de focus: uh, ik geloof dat het SGP was die in uh, de Kamer daar aandacht voor vroeg uh, op islamitisch onderwijs. Maar het is dus nu veel breder. Ja, dat klopt. Het is inderdaad begonnen na allerlei van misstanden in uh, moskeeën, moskeescholen. Inderdaad heeft de SGP op een gegeven moment aan de bel getrokken, later ook de CU, van joh, moeten we daar ook niet eens naar gaan kijken. We ja. hebben zo'n mooi systeem van toezicht op bekostigd onderwijs, maar wat lezen we nu in de media wat er allemaal wel niet gebeurt buiten dat bekostigd onderwijs in de weekenden? Nou, daar is een motie toe uh, ingediend. Mm -hmm. Die heeft uiteindelijk toen nergens toe geleid, omdat gezegd werd door de ministers uit de toenmalige kabinetten van joh, ja, dat gaat toch wel heel ver. Dat is qua godsdienstvrijheid, andere grondwetten toch wel heel erg ingewikkeld. Ja. Yeah. Niet uitgevoerd. Later is dat weer aangesl aangeslikken, na nou allerlei nou van weer incidenten, na allerlei van terreuraanslagen. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een wetsvoorstel waar alles onder valt. En dat heeft alles te maken met het feit dat de overheid niet de ene godsdienst anders mag behandelen dan de andere godsdienst. Oké. Okay. En meneer Van Duivenbode, je zou dus kunnen zeggen dat de boemerang nu in het gezicht van uh, de SGP, maar van christenen terugkomt? Ja, kijk. Um... Ik denk zelf dat, dat uh, de wet niet alleen schadelijk is voor christenen. Ik denk dat de wet veel breder uh, een, een schadelijke werking heeft op de hele Nederlandse samenleving. Want? Um, ik, ik denk, ik, ik heb, uh, nou, dat zei je al in uw intro. Ik noem deze wet on-Nederlands. Ja. Omdat in mijn beleving, als je, als je goed nadenkt over deze wet. dan is deze wet een vorm van gestold wantrouwen. van de overheid als het gaat over haar burgers, mm -hmm. het gaat over al het onderwijs van 4 tot 17 jaar. Dus dat gaat inderdaad over zonderscholen, dat gaat over categorisatie, dat gaat over de scouting, dat gaat ook over een clubje van natuurmonumenten wat als het ware de kinderen meeneemt in het bos in ja. om daar iets te vertellen over uh, de pracht van de natuur. Alles valt daaronder. Maar we hebben ook de inspectie op het onderwijs waarbij gecontroleerd wordt of scholen ja. aan de wettelijke normen voldoen. Ja, maar dat die inspectie die heeft zich nooit bemoeid. Met, laten we zeggen, de, de private sector. Ja. Dit is, dit is uh, uh, even, ik, ik haal het even naar mijn eigen Zonderscholenbond. Onze Zonderscholenbond bestaat bijna 90 jaar. Mm -hmm. Zonderscholen in Nederland bestaan al langer dan 120, 125 jaar. Al jarenlang wordt daar bijbelsonderwijs gegeven aan kinderen. Al jarenlang, denk ik, dragen wij bij, uh, vormen wij mede het cement van de samenleving... Ja. Uh, ik denk dat al jaren uh, je kunt zeggen: er geen enkele aanleiding is om zo breed naar, de, naar, de, naar het on informeel onderwijs te kijken in Nederland als wat nu gebeurt. En nu opeens in deze wet. En ik snap de aanleiding. Hè? Mm -hmm. Ik snap dat je. Um, ik heb zelf um, vorig jaar met toen nog minister Wiesma aan tafel gezeten. En zijn, zijn um, insteek was helder. Hij wilde. Radicalisering van bepaalde groepen wilde hij voorkomen. Niet aan de achterkant ontdekken dat er op een moment een clubje mensen is ontstaan ja. die gekke dingen gaan doen. Maar aan de voorkant um, een systeem zo inrichten dat je deze mensen onderschept en dat je het voorkomt. Dat wil hij. Maar de manier waarop hij dat wil doen. Uh, is, is, is het sleepnet uitwerpen over al het informeel onderwijs ja. in heel Nederland? Ik heb uh, bij een van de bijeenkomsten op het ministerie gezegd. Uh, vergeef me de, 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 de vergelijking, maar ik heb gezegd: je gooit met een atoombom op, een, kak, op okay. een kakkerlak. Maar meneer Dijkstra, als je het voor de een doet, moet je het voor de ander toch ook doen? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk dat een belangrijk punt om nog even terug te komen op die inspectie. Ik denk dat daar wel een belangrijke parallel toch wel zit. Kijk, het is ergens logisch als het gaat om de, om de leerplichten en zo, dat de, uh, de overheid dan ook mag controleren. De overheid heeft ook een zorgplicht voor het onderwijs. Ja. Dus dat er gecontroleerd mag worden of leerlingen een bepaalde rekensommen uh, dan ook echt aanleren. Mm -hmm. Daar zie je natuurlijk ook wel de ontwikkeling dat steeds meer dat burgerschap er ook in is gekropen van joh, we willen ook een bepaalde houding in de democratische rechtsstaat aanleren. Ja, en nu in dit wedstrijd wordt er eigenlijk een vervolgstap gezegd. Ja, we vinden het wel heel vervelend als ze dan op school aanleren hoe ze zich op een bepaalde manier moeten opstellen. En dat ze dan in het weekend weer wat anders leren. Dat zou verwarrend zijn. En we zien ja. dat is onze verantwoordelijkheid om daar ook toezicht op te gaan houden. En inderdaad, als je het dan bij de een doet, dan moet je het bij de ander ook ja. doen. En tegelijkertijd zou ik wel willen waken voor het beeld van joh, deze hele wetgevingsoperatie is opgezet voor moskeescholen. We hebben eigenlijk nergens voor te vrezen. Bangmakerij, mm -hmm. had de staatssecretaris het uh, heel recent nog over. Uh, die christelijke scholen staan in het middelpunt van de belangstelling. Vorige week het uh, Tweede Kamerlid Jetten stond zijn vingers af te likken bij het idee dat hij de gewenste houding op uh, categorisatie... daar toezicht op zou kun ja. kunnen gaan houden als het over LHBTI gaat. En dat zie je in de toelichting op het wetsvoorstel, uh, die voorbeelden zie je ook heel nadrukkelijk naar voren komen. Ja, want vandaar bent u dan bang voor een soort, nou, noem het zondagschoolpolitie? Nou, kijk, in eerste instantie uh, denk ik niet dat de pijlen gericht zullen worden op, op de zondagscholen. Maar nee. wat wij, kijk, wat we met, al, met z'n allen merken in Nederland, is dat uh, het, het klimaat is dat het, nou ja, dat het liberalisme eigenlijk alleen maar uh, meer de, de gangbare ideologie wordt. Hè? Um, en dat betekent dus dat um, mensen die uh, een bepaalde vrije levenswijze hebben, uh, niet alleen, um, niet alleen uh, dat willen uitleven, maar eigenlijk ook vinden dat de rest van de samenleving uh, daar geen bezwaar tegen moet hebben. Mm -hmm. um, dus uh, was het zo, kijk, in, in, in de werkelijkheid waarin wij nu leven, leven er soms uh, verschillende opvattingen naast elkaar. Um, en, en, en gaat dat uiteindelijk. Prima. He, ik, ik denk dat ik anders aankijk tegen het huwelijk dan, dan, dan sommige andere ja. mensen in Nederland. Dat is, een, uh, dat is iets wat een werkelijkheid is. Alleen wat je nu ziet, is, is dat langzamerhand um, toch de hele samenleving als het ware in die mal geduwd uh, moet worden. Ook de kinderen van jongs af aan. Dat dat uh, liberale gedachtegoed als het ware uh, door iedereen aanvaard moet worden. Mm het -hmm. uh, is, is echt. Um, als je, als je er diep over nadenkt en deze wet doorredeneert in, in, in wat er nu eigenlijk gebeurt, dan zou je zelfs kunnen zeggen uh, dat, dat um, um, wat vroeger het, het, het communisme in zich had, namelijk dat het probeerde de, de, het denken van de hele samenleving te beïnvloeden, zie je dat nu terugkomen, eigenlijk in deze wet, maar dan niet meer vanuit het communisme, ja. maar vanuit het liberalisme. Hè, dus um, uh, ook kinderen in, 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 met een christelijke achtergrond of een, of een islamitische achtergrond worden geacht dat hele liberale gedachtegoed tot zich te nemen... en dan het liefst ook nog zo dat ze daar vrij voor zouden mogen kiezen. Dus als je als predikant of kategeet of zondagsschoolleider... vanuit de Bijbel zegt, ja maar, luister even... de ruimte die de samenleving jou geeft, die is inderdaad groot... maar God spreekt daar anders over. En God heeft moeite met het feit... als jij die ruimte die de samenleving jou biedt... maar als jij die ruimte zou gebruiken... Nou ja, dan kan het dus zijn dat iemand die bezwaar maakt tegen het feit dat wij dus een nauwere opvatting hebben van wat kan en niet kan, mm -hmm. dat iemand dat meldt bij die inspectie, okay. Dat de inspectie nou, gaat kijken. En als de inspectie. Dat vind ik trouwens een hele spannende hoor. Want dan moet de inspectie zich gaan afvragen of artikel 1 van onze grondwet, het antidiscriminatiebeginsel, niet in strijd komt met artikel 6 van de grondwet, ja. te weten, vrijheid van Godsdienst. Nou, ik, ik, het lijkt me een hele spannende vraag als je onderwijsinspecteur bent. Maar meneer Dijkstra, om, om bij iemand binnen te kijken, moet je toch toestemming hebben van in het strafrecht van een officier in justitie? Ja, nu is het wel zo dat. In dit wetsvoorstel ook bepaalde waarborgen ingebouwd. Als er zo'n melding komt, dan moet er wel eerst nog langs een adviescommissie gegaan worden. Dus dat is al enige waarborg naar aanleiding van al de kritiek die er al geweest is. Ja. Maar u heeft gelijk dat we zulke soort dingen eigenlijk binnen de sfeer van het strafrecht, waar de lat heel hoog ligt, niet alleen met die toestemmingen, maar ook met de onafhankelijke rechterlijke toetsing, dat daar die beoordeling werd gedaan. Dus je ziet in de afgelopen tijd ook best wel een aantal situaties, bijvoorbeeld rondom de Nesville-verklaring rondom een uitgeformeerde dominee die iets zei over roepende zonde tegen de scheppingsorde, die die lat niet haalde, die dus vrij uitging af, al gezegd wordt van, joh, dit kan in ons land, gelet op de vrijheid van godsdienst. Ja, ja en nu wordt er toch gezegd, ja, we willen toch eigenlijk meer aan de voorkant al kunnen gaan sleutelen. Maar dan heb je dus wel een situatie dat een minister iemand kan opleggen, om godsdienstig, een verbod op kan leggen om godsdienstig onderwijs te geven, zonder dat het daar nog maar een rechter aan te pas is gekomen. Ja, Wat bent u bang voor de verboden? U bent ook predikant. Dat u niet alles mee kunt zeggen wat u wilt in een, in een kerkdienst. Nou ja, kijk, deze wet richt zich natuurlijk op het informele onderwijs. Ja. Op kinderen tussen de leeftijd van 4 en 17 jaar. Mm -hmm. Dat is, een, dat is een, een situatie waarbij er inderdaad vormen van onderwijs worden gegeven. En dat is natuurlijk een iets anders een andere situatie dan ja. een kerkdienst. Uh, tegelijkertijd, um, je zou ook kunnen zeggen, ja, kinderen van 4 tot 17 jaar komen ook naar de kerk. Dus in zekere zin uh, zou de wet daar ruimte voor kunnen bieden. Mijn, mijn insteek. kijk, Mijn indruk is dat. Um, ik denk dat velen die op dit moment deze wet steunen, ook in de Tweede Kamer, vooral als focus hebben het voorkomen van radicalisering van bepaalde ja. groepen. Dat is de focus. En dat uh, het besef dat deze wet een veel bredere uitwerking heeft, dat deze wet allerlei groepen kan gaan raken, uh, dat dat nog niet is doordrongen. Dus mijn hoop is dat dat het besef wel doordringt en dat, dat, uh, dat men op hun schreden terugkeert. Ja, want de wet is nu in een, uh, in een internetconsultatie. Wat betekent dat? Ja, dat betekent echt dat het voorstel van wet wat we nu bespreken, dat dat gepubliceerd is. En dat je daarop kan reageren. Dat kan iedereen doen. Iedere burger kan dat kan doen. Iedere burger zijn, dat kunnen ook organisaties zijn. En ja. Het loopt storm. Ik zag vanmorgen al honderden reacties. Terwijl veel internetconsultaties een handjevol reacties oproepen. Dus het is dus duidelijk dat, dat veel mensen zich hier zorgen om maken. Ja. Nou wordt er tegelijk ook uh, godsdienstonderwijs op openbare scholen. Is ook in discussie. Valt dit onder dezelfde noemer wat u betreft? Of? Ja, ik zou, ik zou die twee niet direct onder dezelfde doelen scharen. Er zijn andere wetsvoorstellen die momenteel aanhangig zijn. Zoals het Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties, waar bijvoorbeeld giften openbaar moeten worden gemaakt. Maar waar ook wel wat achterdeurtjes in zitten als het gaat om toezicht. Mm -hmm. Een wet als het conversieverbod, die passen allemaal in de sfeer van dat verdergaan toezicht op religieuze organisaties. Ja. Maar tegelijkertijd zie je een soort religieus analfabetisme ontstaan. Dat mensen steeds minder goed begrijpen, hè, omdat ze dat zelf niet hebben meegekregen. Wat nou zo'n geloofsovertuiging met zich meebrengt, waarom iemand iets zegt. Ja, en daar past al wel weer bij dat zoiets afgeschaft wordt. Dus de, de, de mensen die straks bij de inspectie gaan werken. Die hebben geen basisles over godsdienstonderwijs gehad. Ja. En dat zorgt natuurlijk wel voor dat er nog weer wat minder begrip komt. voor wat religie nou eigenlijk is. Ja. En dat zorgt ook voor een stukje zorg dat daar dan wel toezicht op gehouden ja. gaat worden. Ja, ja precies. Van Duivenbode, uh, uw organisatie, uh, de Bond van Zondagsscholen. met andere organisaties. Uh, zijn een, uh, een petitie begonnen. Uh, Gisteren. Ja. Waarom? Um, om um, ook in de. Het nou, de, de belangrijkste doel van de petitie is om richting uh, de politiek, degene die de besluiten gaan nemen, die wel of niet die wet gaan aannemen, om duidelijk te maken dat er een groot deel van de samenleving tegen deze wet is. Maar je hebt die internetconsultatie al, dus daar ja. kun je toch ook bezwaar maken? Ja, zeker. Uh, wij, wij doen twee uh, sporen. Het ene spoor is dat we zoveel mogelijk mensen uh, aanmoedigen om ook de internetconsultatie in te vullen. Ja. Tegelijkertijd is dat ook uh, iets wat rechtstreeks naar de overheid gaat en wat op een zeker moment ook wel uit je beeld raakt. En waar jij niet direct zelf zicht op hebt. Wat, wat wordt er nou precies door mensen gezegd in die consultatie? In de petitie is heel duidelijk: de petitie wordt uh, vooral ingevuld door mensen die met ons tegen deze wet zijn. En ja. tegen de politiek zeggen. dit moeten we niet willen als Nederland, dit moeten we niet doen. Ja, want uh, Bert Kalkman, de voorzitter van het IKC, die de petitie ondersteunt, die zegt. Het is onacceptabel in een strijd met de kernwaarden van de democratie. Vrijheid van gedachten, van geweten en van godsdienst. Ja. Ja, dat en het is nogal dat... wat als je dat zegt. Ja, omdat je, omdat je in feite uh, als overheid. Uh, ga je je letterlijk bemoeien met wat mensen uh, belangrijk vinden voor hun kind in de opvoeding. Um, dat doe je al als overheid, en dat is ook, uh, dat, dat hebben we met z'n allen mee ingestemd, dat doe je via het normale onderwijs. Ja. Maar het, het uh, informeel onderwijs is iets waar ouders hun eigen keuze in maken. Um, uh, als ouders uh, zeg je tegen jezelf, ik wil mijn kind graag een christelijke opvoeding geven. Of als ouders zeg je, ik wil mijn kind graag naar de scouting hebben. En ook een bepaald type waarden en normen die daar uh, meegegeven worden, wil ik mijn kind leren. En de overheid, in feite. Maakt de overheid de stap door zich daar nu mee te gaan bemoeien? Ja. Sterker nog, daar ook uiteindelijk inhoudelijk iets van te vinden. Want als de overheid vindt dat iets uh, antidemocratisch is. of misschien wel zelfs discriminerend is. Mm -hmm. dan uh, ge geeft deze wet, uh, mits de toetsingscommissie daarin uh, 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 het, het groene licht geeft. geeft de mogelijkheid om, om in te grijpen. Ja, maar Dijkstra, we hebben toch de scheiding van kerk en staat? Ja, dat dacht ik ook. Oh, dat dacht u ook, ja? ja. Alleen uh, toen ik uh, dinsdagavond als het, dit wetsvoorstel doornam, vond ik daar bar weinig van terug. Anders ja. dan, uh, Het enige wat er volgens mij van overgebleven is dat we neutraliteit van uh, de godsdiensten gelijk behandelen. Nou, dat is nog aardig gelukt, want mm -hmm. ze vallen allemaal onder de rijkwijde. Maar kern van de scheiding van kern en staat is wel dat de overheid zich niet inhoudelijk bemoeit met uh, het godsdienstonderwijs. Ja. Uh, en natuurlijk, het is zo dat grondrechten die zijn niet onbeperkt zijn. Kijk, je mag demonstreren, maar je mag niet het hele jaar op de snelweg gaan zitten, want dan wordt het op een gegeven moment een beetje vervelend. Dat is dan een vorm van een openbare ordebescherming. Ja. Nou, zo is ook zo'n beperkingsgrond de rechten en vrijheden van anderen. En dan wordt hier heel snel een loopje meegenomen. We dus mm. zeggen van joh, ja, jullie hebben het recht op godsdienstvrijheid, dat klopt. Maar die kinderen hebben recht op een vrije ontplooiing, vrijheid, gelijkheid, zelfontwikkeling. Ja. Dat, staat in, dat staat in strijd en die gaat dan direct voor. Uh, ja, het, en dan verliezen we een beetje uit oog dat die uitzonderingscategorieën ook de uitzondering zijn. Iemand schreef bij twijfel niet oversteken. Ja. Maar hier wordt daar uh, ja, wel heel makkelijk een loopje meegenomen. En dat staat nog los van het binnentreden binnen in kerkgenootschappen. Dat is in Nederland, in de Nederlandse grond, werd eigenlijk heel stevig uh, verankerd. Een binnentreedverbod. En behalve heet en daad. Kijk, als, als er een moord gepleegd is en iemand rent een kerkgebouw in, dan moet de politie ja, daar natuurlijk achteraan kunnen. Ja. Maar verder is dat eigenlijk net als de woning, hoort de uh, overheid daar niet ja. thuis. Terwijl dit wetsvoorstel voorziet in een bevoegdheid om daar gewoon binnen te gaan kijken en spullen in beslag te nemen. Want we hebben in het verleden asielzoekers gehad die in een kerk gingen zitten en waar de politie ze niet op mocht halen. Om deze reden, ja, ja. precies. Van Duivenbode, ik, ik heb begrepen dat uh, uw Bond van Zondagscholen bezoek heeft gehad van ambtenaren ja. van het ministerie. Ja. Ja. Dus, Wat gebeurde uh, daar? We zijn uh, vorig jaar februari uh, hebben wij een, uh, een verzoek ontvangen van uh, twee ambtenaren van het ministerie om voor uh, een gesprek. Er werd niet een directe reden bij gegeven. Uh, maar toen ze eenmaal uh, op bezoek waren, dat was op het uh, bureau van het uh, Interkerkelijk Kenniscentrum in Hardingsveld-Giesendam. Mm -hmm. En uh, twee mensen van het IKC uh, en twee mensen vanuit de Bond, ikzelf en nog een uh, bestuurslid, hebben daaraan deelgenomen. Dat was uh, eigenlijk een vooral informatief gesprek. Uh, de ambtenaren wilden vooral weten wie we waren, wat we, uh, uh, wat we doen. Ze wilden ook wat zicht krijgen op het veld van informeel onderwijs binnen kerken. Ja. En wij hebben ze uh, voor een deel ook uh, de, daarover kunnen informeren. Uh, op dat moment vroegen wij ook aan hen, waarom zijn jullie hier eigenlijk? Ja. Hoezo dit bezoek? Want u was wellicht verbaasd dat ze ja, kwamen. Ja, wij waren oprecht verbaasd dat zij kwamen. Uh, de, 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 ze waren toen nog enigszins terughoudend. Wat wel al wel duidelijk werd dat het te maken had met de, met de radicale groepen binnen, uh, binnen de samenleving. Waar ze dus ergens de vinger achter wilden mm -hmm. krijgen. Uh, maar dat werd veel duidelijker. Uh, twee weken later, na dat uh, bezoek, werden we uitgenodigd op het ministerie. Uh, ben ik daar samen met uh, de, de, de directeur Bert Kalkman, de naam die je net noemde. Ja. Zijn we met z'n tweeën op het uh, ministerie geweest en een gesprek gehad met minister Wiersma toen de tijd. En toen werd veel duidelijker uh, wat het doel was. En, en, en de focus van minister Wiersma toen was echt heel duidelijk die radicale groepen. Maar toen al werd heel duidelijk door ook andere groepen... we waren daar met een aantal organisaties bij dat gesprek... werd duidelijk gevoeld, ja, ja je, je, je focus ligt dan weliswaar... op het voorkomen van radicalisering. Ja. Maar, maar, maar wat je doet, ligt, ligt veel breder. Nou, uh, uiteindelijk na dat gesprek in februari... zijn we opnieuw uitgenodigd in juli van vorig jaar. En dat was een grote bijeenkomst met, uh, nou ja... mijn inschatting is wel 20, 25 organisaties mm -hmm. die zich... Bezig houden met informeel onderwijs. En op dat moment werd wel heel duidelijk uh, dat de focus uh, over de volle breedte okay. van het informeel ja, onderwijs. Wat u net geschetst heeft uh, ja. in die zin. Ja. Ja. En Meneer Dijkstra, die internetconsultatie loopt tot begin januari, heb ik begrepen. Wat gaat er daarna gebeuren? Ja, er komt een hele parlementaire behandeling van dit, uh, dit wetsvoorstel. Tweede Kamer, de tweede de Eerste Kamer. kamer eerste Kamer, ja. nog een advies van de Raad van State. Ja, het is natuurlijk heel spannend of die wet het gaat halen. Ja. Ik, ik sprak van de week al iemand van een, een medewerker van een van de coalitiepartijen die is informeerde van hoe kijk je hier nu tegenaan. Die zei ook wel de dadendrang is op dit moment heel groot vanwege dat antisemitisme. Dus helaas heeft dit wetsvoorstel wel flink de wind in de rug op dit ja, moment. Komt op een ongelegen moment in ja, die zin. Ja, ja, ja. Ja. Want als u, als u de koppen telt in de Tweede Kamer, wat, wat denkt u dan dat de uitkomst uiteindelijk zal zijn? Nou, kijk, twee dingen daarover. Kijk, één is dat dit wetsvoorstel krijgt hele brede kritiek. De inspectie heeft hier eigenlijk helemaal geen zin in en die heeft mm -hmm. geen zin om scheidsrechter te worden in, in, in zulke discussies. In de juridische literatuur is er zware kritiek. Ja. Uh, dus dat is even de ene kant. En er zijn ook best wel partijen in die coalitie waarvan je toch zegt van joh, dat hele idee, de ideologie die er achter dit wetsvoorstel zit: dat de overheid beter kan bedenken wat iemand aangeleerd moet worden dan de ouders of dan dat kerkelijke ambtenaren dat zouden kunnen. Ja. Ja, dat past toch wat minder goed bij bepaalde partijen in deze coalitie. Dus dat is echt een spanningsveld van hoe gaat dat uitpakken. Dat durf ik niet te voorspellen. Mm. Maar ik hou mijn hart een beetje vast. Gelet op die recente ontwikkelingen. Gelet op die behoefte ja. om een daad te stellen. Uh, en aan de andere kant zou ik ook willen zeggen. Heel goed die petitie. En ik moedig ook aan om, om, daar, om daarmee bezig te zijn. Om te reageren. Maar als deze wet van tafel is. Dan hebben we die ideologische slag nog niet gewonnen. Nee, want die blijft dan. Ja, precies. Ja. In tussen de oren zitten. Van duivenboot tot slot. We begonnen deze uitzending met kerken die rood kleuren. Om christenvervolging. Zou het denkbaar zijn over een aantal jaren. dat we onze eigen kerken in het rood moeten kleuren. omdat we niet meer mogen zeggen wat we willen. Ik, uh, ik, ik, ik durf niet te voorspellen dat we dat, uh, dat, we dat gaan meemaken. Ja, het, het zou kunnen, het zou niet kunnen. Kijk, wat ik, wat, wat ik zie in deze wet. is dat um, de overheid, als het ware. zich letterlijk gaat mengen. in het geven van onderwijs. en daarmee ook de opvoeding van onze kinderen. Ja. Uh, waarmee een stuk vrijheid. Uh, aan ouders, aan, aan uh, kerken, uh, ontnomen wordt om uh, de kinderen bijvoorbeeld uh, op te voeden volgens de Bijbel. Ja. En daar uh, gaat een enorme spanning optreden. Ik vind het. Uh, um, uh, Heel vervelend om te bedenken dat uh, in feite ook je de burgers bijna straks oproept om elkaar in de gaten te gaan houden. Ik vind, ik, ik vind het het ellendige van deze wet is niet alleen uh, dat, dat, dat je, dat je uh, een soort wantrouwen uitspreekt naar je burgers toe. Maar ik vind ook dat je feitelijk je burgers straks gaat aanmoedigen om als zij misstanden zien. Om dat te gaan melden aan, ja. aan het zogenaamde meldpunt. Ja. En, ik, en ik denk, wat, wat doe je als je in een samenleving als het ware niet alleen zelf wantrouwt als overheid. Maar ook nog wantrouwend maakt tegenover elkaar. Ja. Dus ik hoop van ganse, ganse harte uh, dat het er niet komt. En hoe, hoe ja. Ja, dat moet je niet willen in zo'n samenleving. Nee, ik denk Terecht dat het heel slecht is voor deze samenleving. Ja. Dank voor deze toelichting. Piet van Duivenbode en Auke Dijkstra.